Met Nicolien. Goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Goedemorgen Wil. Ja, hoe gaat het met je? Hartstikke goed. De reden dat we jou hebben uitgenodigd hier vanmorgen is jouw debuutsingel In het licht van duizenden sterren. Ja, leuk hè? Ja, dat duurt een brandende vraag hè. Hoe is dit tot stand gekomen Nicolien? Hoe is dit tot stand gekomen? Nou, ik was eigenlijk al jarenlang met zingen bezig, eigenlijk al van kinds af aan. Maar eigenlijk zong ik altijd liedjes van andere mensen. Ja. En ik dacht, ik wil eens een keer iets van mezelf. Dus ik deed een oproepje op Facebook, wie kan er een liedje voor mij schrijven? Zelf was ik daar niet zo goed in. Ik kan er heus al een tekst maken op een bestaand nummer. Dat is niet zo moeilijk, maar echt een eigen nummer wou ik. En toen reageerde Alma Doorbach daarop, van laat mij het eens proberen. En toen is dit tot stand gekomen. Samen met haar man heeft ze de muziek gemaakt en de tekst. En dit hebben we ervan gemaakt. Nou, het is toch een bijzondere ervaring, hè? Want je gaat op zoek naar iemand, je plaatst het op Facebook en dan reageert iemand. Alma Lobart is ook niet de mensen die dan voor jou een nummer gaan schrijven. Ik vind het heel prestigieus. Ja, hartstikke geweldig, toch? Ik vind het prestigieus. Ja, de kracht van social media, om het zo maar te zeggen. Ja, maar goed, dan krijg je het op een gegeven moment, dan krijg je de tekst toegestuurd, dan krijg je het nummer toegestuurd en dan ga je het nummer zingen. En wat was jouw indruk van de eerste keer dat je het nummer onder ogen kreeg? Direct had ik het gevoel, ja, dit is het. Dit hoort bij mij, dit past bij mij. Het nummer, de tekst klopt. We hebben een paar kleine aanpassingen natuurlijk gemaakt. Dat moet ook allemaal een beetje leuk in de mond klinken als je het zingt. En ja, het was eigenlijk direct klaar. Ja, maar dan een andere vraag natuurlijk. Waarom zo lang gewacht om nu pas een single uit te brengen? Dat had je misschien ook al een paar jaar eerder kunnen doen. Of is dat bewust? Dat had gekund, maar nee, het was niet bewust. Nee, het was niet bewust. Nee. Samenloop van omstandigheden, denk ik. Ja, ja. Maar goed, voordien zong jij altijd en dat was meer voor de fun dan? Meer voor de fun, ja. Op verzoek voor bruiloften of partijen. Ik heb ook nog een tijdje in een bandje gespeeld. Maar ja, dan zing je inderdaad dus altijd liedjes van andere mensen. Ja. Dus nou eindelijk een keer iets helemaal van mezelf. Ja. Eventjes voor de luisteraars die het nummer misschien wel of niet kennen. In het licht van de vertel een klein stukje van de tekst waar het nummer over gaat. Het nummer gaat eigenlijk een beetje over iemand, een echtpaar eigenlijk, die uit elkaar zijn geraakt. Elkaar uit het oog zijn verloren, elkaar weer tegenkomen. En alsof alles gewoon weer in elkaar past. Alsof je elkaar weer hebt hervonden. Ja. En in het licht van de duizenden sterren vergeet je alles om je heen. Ja, daar kun je veel in zien, hè? In het licht van de duizenden sterren, hè? Nou. Of niet dan? Ja, dat is toch zo? Ja. Dat is toch zo, ja, zeker. Maar hier, ik neem aan, we spreken, dit is de opstap. Hier blijven we niet bij deze debuutsingel. Wie weet wat er nog uit gaat komen. We gaan rustig verder. Dit is het begin. Ja, maar je zei van een opvolger, dat moet dan even wachten. Moeten we nog even op wachten. Eerst zijn we van deze aan het genieten. Ja. Ja. Eentje voor de luisteraars die meeluisteren, waar kunnen ze meer informatie vinden over jou en Nicolien? Nou, op mijn Facebookpagina kun je me volgen. Dit liedje staat natuurlijk op YouTube. Er is nog geen clip van opgemaakt, maar je kan hem gewoon luisteren op YouTube. En hij wordt al veelvuldig gedraaid op allerlei radiostations. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we draaien. Ik ga jou alle goeds toe wensen. Ik wens je nog een hele fijne zondag toe. Ik vind het leuk je gesproken te hebben vanmorgen hier in het programma. En het laatste woord is van jou, richting al de luisteraars die meeluisteren. Zeg iets tegen de luisteraars, dan ga ik de single starten. Nou, lieve luisteraars van Wil van Delft, luister even naar mijn nieuwe nummer In het licht van duizenden sterren en geniet ervan. Fijne zondag allemaal. Fijne zondag. Groetjes, tot de volgende keer. Doei, doei. Hoi. Doeg.